Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Vandaag in Booming Brabant. Ze wil er het liefst morgen al mee beginnen met de bouw van de woonwijk van de toekomst. Maar voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Elfie Nelissen, die zoekt nog een plek in Brabant waar dat kan. Je bent ondernemer, je wilt groeien, maar hoe kom je aan geld om dat te betalen? Jan Vreemeijer van de KredietUnie Brabant, die wijst je straks de weg. Mijn kampioen voor vandaag is Annemarie Rakhorst en een kei in duurzaam ondernemen. Zit je er klaar voor? Dit is Booming Brabant. Welkom bij Booming Brabant, een programma over het nieuwe ondernemen in Brabant. Er moet in Brabant een slimme wijk komen waarin de nieuwste technieken worden getest. Het leven gaat er heel anders uitzien over zo'n 30 jaar. Geld lenen. Veel ondernemers die proberen het alleen bij de bank. Maar er zijn meer dan genoeg alternatieven. Een raket zo groot als een kerktoren de ruimte inschieten. Dankzij techniek uit Brabant lukt het. En groot, groter, groots, de machine van Tobroco in Oosterwijk. Daar zie je straks meer van. Ja, mijn kampioen voor vandaag is Annemarie Rakhorst van duurzaamheid.nl. Natuurlijk heb je voor ons nieuws meegenomen. Natuurlijk ook duurzaam nieuws. Zelfstroom lanceert een crowdfundingsproject. Ja, fantastische crowdfundingsactie. 2,5 dag. 146 mensen deden mee. 1 miljoen euro bij elkaar. Dat is waanzinnig, omdat daarmee 250 daken van zonnestroom worden voorzien. Mm-hmm. En binnen 5 jaar willen ze eigenlijk op 100 miljoen zitten. 25.000 zonnestroomprojecten. Wow. Echt goed gedaan. Mooi Brabants bedrijf. Leuk. Ja. We hebben ook nieuws vandaag. Dit viel ons op. Banken die worstelen met ouderen die niet willen bijleren. Het gaat om de 3 grootste banken. De Rabobank, de ABN AMRO en de ING Bank. Die hebben last van vergrijzing onder de werknemers. 50% van hun werknemers die is 50 plus. Dat is op zich natuurlijk niet zo erg. Behalve dat die mensen niet meer gemotiveerd zijn om meer te willen bijleren. Ondanks dat die mogelijkheid hun wel geboden wordt. Wat denken jullie? Hoe kunnen we de ouderen zeg maar weer aan de gang krijgen om mee te doen in deze maatschappij, Elfie? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik begrijp het gewoon niet. Ik heb zoiets van, je wilt toch je leven lang blijven leren? Je gaat toch niet op je 50ste achterover zitten en zeggen van, dit was het dan? Zij wel. Dus ik snap er helemaal niks van. Dus ik denk ja, dat het toch een kwestie is van op de goede manier aanbieden. Dat, niet, dat de blokkade van je moet gaan bijleren heel klein gemaakt wordt. En dat het gewoon direct bij alles, bij wat ze aan het doen zijn, dat ze het daar direct bij in kunnen voegen en passen en de lol en het doel ervan zien. Mm-hmm. Dus het ligt ook aan de manier waarop je het aanbiedt, denk ik. Ja, die mensen doen natuurlijk mee in de maatschappij. Ja. Alleen de manier waarop dit wordt verteld is blijkbaar niet de manier die de mensen aanspreekt. Nee, maar nou schijnt het dus zo te zijn dat ook in hetzelfde bericht werd dan genoemd dat het bij 40-plussers ongeveer even erg is. Dus 40-plus en 50-plus maakt niet meer uit. We gaan achterover leunen en kijken wat er gaat gebeuren. Jan? Ja, dat lijkt me niet verstandig in deze wereld om achterover te leunen en wachten. Dat moet je niet doen. Je moet zeker proactief zijn, en zeker bij banken, want er gebeurt natuurlijk heel veel bij banken, dat weten we. Ja. Die gaan allemaal met massa's mensen laten gaan, vanwege automatisering, vanwege allerlei regels enzovoort. Dus daar, ik denk dat er ook een soort defaitisme zal zijn bij deze mensen die dat zo doen. Die mensen van 40 en 50 zijn de maatschappij. Ja. Dus zij bepalen aan de bak. Wat er gebeurt. Maar jullie gooien de bal dus terug? Dan moet natuurlijk wat bij de banken gebeuren. Ja. Mooi. Innovatie dan. We zien regelmatig op het nieuws dat een raket in de ruimte wordt geschoten. Er komt veel high-tech en kennis bij kijken. Maar ook een bedrijf uit Klundert. Zonder Aerospace Propulsion Products zouden die raketten namelijk helemaal niet de lucht in kunnen. Dankzij een explosief chemisch mengsel kunnen we onder andere op missie naar Mars. Nou, dit is dus ons bedrijf, Aerospace Propulsion Products. We maken hier systemen om raketmotoren te starten. Dat is best wel iets waar je ook voorzichtig mee om moet gaan, die systemen. Want er zitten explosieve stoffen in en die hebben we opgeslagen in die bunkers daar. Die verwerken we in onze raketbrandstof. Als we de producten samenbouwen, doen we dat in het gebouw daar. Daar testen we ook van alles en nog wat. En eigenlijk het meest spannende van ons werk is het maken van chemische producten, ook raketbrandstof. Dat doen we in ons gebouw A4. Dat is een zwaar beveiligd gebouw. Zorgen dat het veilig blijft. En ik denk dat we daar even eerst een kijkje kunnen nemen. In deze pot wordt raketbrandstof gemengd.
En dan gaan we deze pot gaan we boven onze vacuümkamer plaatsen, helemaal omhoog tillen. En in de vacuümkamer wordt het dan gegoten in vormen. We werken eigenlijk vooral voor de Europese rakettenbouwers. Dan moet je denken aan Franse bedrijven, Italiaanse bedrijven, Duitse bedrijven. Het zijn er eigenlijk 3 à 4. Allemaal voor het lanceren van Europese satellieten, Europese missies naar Mars, naar het ruimtestation. Wat heel erg aanspreekt is, André Kuipers heeft natuurlijk een tijd in het ruimtestation gezeten. En hij is meerdere keren bevoorraad. Een onbemande capsule kwam eraan met eten, met tekeningen van zijn kinderen. En dat was een raket die wij bijvoorbeeld gestart hebben. Allumage EAP, décollage. Dit is dus bijvoorbeeld een raket waar wij aan werken, de Ariane 5. Hij is enorm groot, dat zie je aan die vrachtwagen. Dat is een echte vrachtwagen, geen speelgoedauto. Midden onderaan zit een motor. Die motor, daar zitten producten van ons op en die motor starten wij dus. En hieronder zit nog een motor verstopt. En die motor, daar ontwikkelen wij nu een nieuw ontsteeksysteem voor. Wat er zo innovatief aan is, is dat onze klanten ons steeds verder pushen. Temperaturen worden steeds hoger, drukken worden steeds hoger. Maar het moet ook goedkoper worden en de betrouwbaarheid moet omhoog. En dat is een enorme uitdaging om daar telkens weer nieuwe oplossingen voor te vinden. Wat we doen, is we proberen ook ruimtevaarttechnologie op aarde toe te passen. Dat doen we eigenlijk al jaren. En wat je ziet, dat we voor heel veel producten, bijvoorbeeld voor brandblussers en stofexplosieonderdrukking, weten wij hele slimme oplossingen te bedenken. Dan verzinnen wij de chemie, we verzinnen het doosje eromheen en hebben we een nieuw product. En dat is iets wat we de komende jaren steeds meer zullen gaan doen. Mooi, hè? Gewoon bedrijf uit Klundert. Ja. Ja, dat is wel bijzonder, want heel veel ondernemers zijn op dit moment toch aan het investeren in ruimtevaart. Omdat ook met de grondstofverschaarste we de materialen uit de ruimte zullen gaan halen. En dat Musk en Branson hier instappen, ja, dat is goed nieuws voor zo'n bedrijf in Klundert, denk ik. Ja, het zijn grote topmannen. Ja, zeker. Daar gaan we nog veel toekomst van zien. Het Centraal Planbureau die kwam deze week met de prognose voor de komende jaren. Een economische groei van 1,8% per jaar zou doorzetten in de periode 2018 tot 2021. Wij zijn natuurlijk benieuwd naar de situatie voor Brabant. En daarvoor zit hier Elfie Nelissen. Ze is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, de SER. Dat is een platform voor ondernemers, vakbonden en deskundigen, of van ondernemers moet ik zeggen. En die partij die geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het provinciebestuur. Zo is het maar net. Elfie, laten we eens even kijken naar de situatie nu van Brabant. Want hoe staan we ervoor qua economische groei? Nou, dat is wel heel erg prettig, want Brabant doet het gewoon altijd net iets beter dan het landelijk gemiddelde. Dat zien wij graag. Ja, nou moet ik wel heel even zeggen, die 2,6 die hier staat, was nog voordat het landelijk gemiddelde is bijgesteld van 2,5 naar 2,1. Ja. De nieuwe waarde voor Brabant weten we nog niet exact, maar dat het meer is dan het landelijk gemiddelde is duidelijk. Maar we hebben er nog één, want als we naar de werklozen kijken, hoe staan we er daarvoor? Ja, onze werklozen in Brabant zijn ook weer lager dan het landelijk gemiddelde. En we hebben de indruk dat we ook steeds lager worden in verhouding, dus dat het verschil steeds groter wordt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws voor Brabant. Overigens aansluitend op jouw Rabobank of bankmedewerkers van boven de 50. We hebben wel een iets hogere werkeloosheid, dat doen we niet heel extreem goed in de wat oudere Ik kom uit de bankensector dan ook. Ja, dat denk ik dan. Maar goed, van 97.000 naar 82.000 is natuurlijk alleen maar goed nieuws. Dat is prachtig. Ja. Dat is prachtig. Oké. Kun je dan ons ook nog een soort prognose geven over die 2018 tot 2021? Dat we wat verder vooruit kijken, of is dat moeilijk nog? Nou, dat vind ik wel lastig. Maar ik denk inderdaad dat we zitten nu al onder het landelijk gemiddelde. En dat we de groei boven het landelijk gemiddelde, zo moet ik het zeggen. En ik denk dat die afstand steeds groter wordt. Dus dat we steeds meer afstand nemen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In positieve zin. Dus we blijven die voorsprong houden? Ja. Oké. Ander onderwerp. Ja. Je bent ook nog hoogleraar en decaan bouwkunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven. En samen met jouw voorzitterschap bij de SER heb jij eigenlijk een soort grote droom. Wat is dat precies? Ja, ik heb een droom om een slimme wijk te realiseren in de toekomst. Een slimme wijk. Nou, voordat we daar even naar gaan kijken, neem ik jullie even terug in de tijd. Back to the future. Het jaar 1989. Want hoe dachten we toen dat we nu zouden leven? En dat beeld, dat klopt aardig. Kijk maar eens mee. Meneer titulaar, wat is nou het doel van het huis van de toekomst?
De bedoeling van het Huis van de Toekomst was in 1989 om mensen aan het denken te zetten over de toekomst. We hebben ruim 250 demonstraties van nieuwe technologie in het huis opgenomen. Dak open. Licht uit. Ja, 1989. Nou, ze zaten er niet eens zo ver langs, hè? Beeldtelefonie, spraakherkenning, dat is nu eigenlijk heel erg gewoon. Hoe ziet jouw wijk van de toekomst eruit? Ja, mijn wijk van de toekomst, daar wil ik eigenlijk een living lab gaan creëren. Waarbij we niet alleen maar technologie gaan toepassen in die wijk. Mm-hmm. Waar we hele slimme dingen mee kunnen doen. Waardoor we efficiënter, gezonder, veiliger kunnen leven op allerlei gebieden. Ja. Mijn droom is dat we daar ook op een andere manier gaan bouwen in die wijk. Dus dat we bijvoorbeeld, hè, het is een voorbeeld, het is er niet concreet zo bedoeld. Ja, maar bedoeld, ik wil graag voorbeelden horen, ja. Is dat we bijvoorbeeld per 8 woningen, dat we zorgen dat er ergens een gemeenschappelijke ruimte is. En in die gemeenschappelijke ruimte kunnen we samen gewoon een kop koffie drinken. We kunnen ook afspreken samen te eten. We kunnen ook daar diensten van elkaar bespreken en delen. Bijvoorbeeld, ik kan op jouw kinderen passen, bij wijze van Lijkt spreken. Me prima plan, ja. En jij, jij maakt mijn jas korter, want die is te lang. Of jij zorgt dat mijn auto gewassen wordt. Ik noem maar eens wat. Dat je gewoon een soort community ja, en dat je daardoor dus ook veel minder eenzaamheid krijgt en veel meer sociale inclusiviteit. Maar dat klinkt eigenlijk al vrij dichtbij. Dat zou iets in ons gedrag moeten zijn. Maar hoe ziet die wijk dan futuristisch gezien eruit? Nou, die zal natuurlijk ook op een andere manier haar energie opwekken. Dat wordt natuurlijk volledig duurzaam. We hebben hier natuurlijk de Stella. En ja, dat is prachtige juist. Auto, ja. Wereldrecord, ja. Die zelf voldoende energie opwekt om meer rond te rijden. In die wijk zie ik ook autonome auto's rondrijden. Dus auto's die zonder chauffeur kunnen rijden. Dus niemand hoeft meer een eigen auto te hebben. Mm-hmm. Maar we hebben wel gegarandeerde mobiliteit. Kijk, dus jij had voor de uitzending dat jouw man keurig een boterham kwam brengen bij jou aan bed vanochtend. Ja, dus het is, in de futuristische stad is dat gewoon een robot die voor jou even een lekker appeltje kon brengen, denk ik. Ik scheelt daar wel. Domino's pizza's, die is ook al aan het experimenteren met zelfrijdende autootjes om pizza's weg te brengen. Dat is hartstikke leuk. Maar dat ontbijt van jou, dat vind ik juist wel heel mooi. Als je dan de zorg sector doortrekt, kun je daar dus de mankracht en de menskracht die we beschikbaar hebben, kun je dus inzetten om die mensen te onderhouden, om menselijk contact te hebben. Want dat wordt wel eens een keer gedacht van, oh zo'n robot, ja maar dan heb ik geen mensen meer. Nee, daardoor houden juist de mensen meer tijd over om met de mensen bezig te zijn. En in Nederland zijn er best veel ontwikkelingen op slimme steden. Ja. En als Brabant een mooie slimme gebied, slimme stad kan zijn, dan kan je dat geweldig exporteren over heel de wereld. Maar dan is nog even kort, want dan moet het wel gaan gebeuren. Dan moeten we ook opschieten. Wanneer? Ik wil het, maar dit is dus echt mijn droom. Binnen 5 jaar wil ik die gerealiseerd hebben. En wel op een dusdanige manier dat ze straks van over de hele wereld hier komen kijken. Zo is het. Dat is mijn doelstelling. Waar komt dit dan te liggen, deze stad? Dat weet ik nog niet. Nee? Want we hebben heel veel aanbiedingen. Er zijn heel veel mensen die erop reageren. Maar of ergens in Brabant. Dat is in ieder geval mijn antwoord. Dat zou wel leuk zijn, ja. Er wordt ook wel iets gedaan, toch? Op 25 en 26 mei komen jullie al met een aantal mensen bij elkaar, zeg maar. Ja. Om te kijken hoe dat dit opgepakt kan worden. Dan gaan we 24 uur bij elkaar zitten. En dan gaan we zorgen dat aan het eind van die periode dat we een concreet plan hebben. Oh, dat houden we in de gaten. Zeker. Hartstikke leuk. Het zou mooi zijn als we hier de primeur voor krijgen, toch? Dankjewel. DAF, Tesla en VDL Groep. Ja, het zijn 3 Brabantse fabrikanten die we allemaal eigenlijk wel kennen. Maar we hebben veel meer pareltjes in onze provincie. Alleen zijn ze nog wat minder bekend. Tobroco uit Oosterwijk is er zo eentje. Ze maken shovels in alle soorten en maten. En het bedrijf zit flink in de lift. En dan geef maar een beetje gas. Dan ga ik lunchen. En dan ga je in de opstand nog even omzetten. Succes ermee. God! Bij Tobroco in Oosterwijk maken ze dit soort shovels. Maar wat nou echt belangrijk is, zijn die aanbouwdelen hieraan. Wij ontwikkelen en wij produceren machines voor de landbouw en voor de tuinbouw. In de vorm van mini-knikkeladers. De kleinste, of de shovels zo wel genoemd. De kleinste machine is 900 kilo eigenwicht, de grootste is 6 ton.
Het zijn echt op maat gemaakte shovels. Dus wij hebben eigenlijk als slogan van het bedrijf ook wie beeld wat je want. Iedere klant heeft zijn eigen specificaties. Maar zoveel verschillende laders. Ik kan me voorstellen dat aan de ene kant je kracht is. Maar aan de andere kant kan het volgens mij ook wel een last zijn. Want je hebt zoveel verschillende technieken en zoveel verschillende kennis moet je hebben eigenlijk. Het is beide, want het is, onze machines zijn eigenlijk helemaal doorontwikkeld in de R&D-afdeling. De mensen worden aangestuurd door middel van touchscreens als het ware. Ze krijgen een opdracht binnen. De machine wordt herkend door middel van een barcode-laser. En ze krijgen op het beeldscherm te zien wat ze moeten doen. En zo weet iedere monteur precies wat je moet doen, in welke stappen ze moeten doorlopen. En dat is omdat er zoveel verschillende machines zijn eigenlijk? Ja, er zijn zoveel verschillende configuraties, die kunnen die jongens nooit onthouden. Oh man, nou keep hem leeg. Rustig van je afduwen. Van je afduwen, rustig duwen. Zie je? Je kunt hem helemaal doseren. En we bouwen dit jaar, als het goed is, 2500 loaders. Maar je bent met nul begonnen, ergens in een schuurtje en nu een gigantisch bedrijf wat ook nog meer gaat uitbreiden. Ja, we hebben de plannen liggen nu klaar. We lopen nu bij de provincie en bij de gemeente Oosterwijk voor de bouwvergunning. Het wordt eigenlijk extreem groot voor de Oosterwijkse begrip, omdat wij een dorp zijn en ik wil graag in Oosterwijk blijven. En wij besloten een nieuwe fabriek te bouwen in 3 verdiepingen. Dus we gaan beneden lassen. De eerste verdieping gaan wij assembleren zoals wij hier doen. We staan nu 6 meter boven zeeniveau. En ik wil in de bovenste verdieping willen wij de auto's gaan parkeren om maximaal 70% vol te kunnen bouwen van heel het terrein. En dan verdubbelt als het ware de oppervlakte van 15.000 naar 30.000 vierkante meter. We hebben een grote fabriek als Tesla in de provincie zitten, maar volgens mij kom jij ook aardig in de buurt. Ik denk dat wij wel van elkaar kunnen gaan leren dadelijk op een gegeven moment. Ja, wij zitten ook in de automotive. Onze raakvlakken dadelijk steeds meer geworden. Wij zijn ook bezig met elektra. We zijn bezig met elektro aangedreven voertuigen. Dus ja, daar zal steeds dichter bij elkaar komen liggen. Ja. Ja, het zou Hannelore niet zijn als er niet altijd even iets misgaat, inderdaad. Ja, het is het grote struikelblok voor bedrijven die willen groeien. Hoe kom ik aan geld om die groei te financieren? Banken die geven steeds minder vaak thuis. En dus groeit het aantal alternatieve loketten waar bedrijven kunnen aankloppen voor financiering. En Jan Vreemeijer die is voorzitter van de Kredietunie Brabant. En dat is ook weer zo'n plek waar ondernemers terecht kunnen voor een lening. Voordat we nou bij de Kredietunie aankomen, Jan, eerst eventjes de algemene financiering. Want afgelopen maand is er 1% meer uitgeleend door banken dan de maand daarvoor. Dus daar zit een klein beetje een groei in. Maar hoe komt het toch dat banken zo moeilijk hun financieringen geven? En voor een bank is een lening van 3 miljoen even duur als een lening van 250.000. Ja. En wat heeft het MKB nodig? Leningen tot 250.000, 500.000. Dus het MKB leidt hier het meest onder. Het MKB leidt onder, ja. Voor de bank is het een verliesgevende business case. Dus absoluut. Ze draaien er verlies op. Ja. Dat is door gewoon de toezicht, wet en regelgeving. Dus daarom kiezen zij eigenlijk meer voor de bedrijven die veel geld nodig hebben. Die financieren ze dan eerder dan het midden- en kleinbedrijf. Ja, ja, dat is heel logisch. Ja. Dat is heel logisch. Klinkt allemaal heel simpel. Wel een beetje sneu voor ze inderdaad. Hè? Ja, voor ons allemaal. Ja, voor ons allemaal. Dat is voor de economische groei heel slecht. Ja. Maar nou zie je wel dat er dus in opkomst is de crowdfunding. Hè? Dat is massaal geld ophalen bij het publiek. Dat lijkt ook fantastisch plan te zijn. Maar is dat voor iedere ondernemer nou interessant? Ja, het is natuurlijk een heel, heel mooi initiatief. Het overkomen waar je uit Amerika, zoals zoveel dingen. En het is werkelijk een fantastisch iets. Maar niet iedere ondernemer wil dat. Niet iedere ondernemer heeft er zin in. Want als je gaat crowdfunden, de naam zegt het al, dan kan de hele crowd meekijken wat jij wil. En soms wil je dat niet, dan omdat je iets concurrentieel, dan moet je met de billen bloot. Dus dat wil je niet altijd. Dus voor die gevallen waar dat kan, prima instrument. Mm-hmm. Oké, maar dus als je niet alles wil weggeven, dan komen we op de volgende financieringsmogelijkheid. En dat is dan het community funding. Daar valt dan Kredietunie ook onder. Absoluut. Leg eens uit, wat houdt dat nou precies in? Ja, dus een Kredietunie is een coöperatie voor ondernemers door ondernemers. Mm-hmm. En dat is het hele aardige ervan. Dus ondernemers die in het verleden gewoon hun geld verdiend hebben en dat op de bank hebben staan en ervaring hebben, die kunnen collega-ondernemers uit de regio, want we hebben het over de regio, helpen met leningen en met advies. Met en advies. Dat is het hele mooie van een Kredietunie. Maar is dat het unieke eraan? Ja, dat is het unieke. Dus je krijgt een lening kun je krijgen van andere ondernemers en advies. Coaching noemen we dat. Ja. Maar waar zit u dan precies in Brabant? Nou, we heten Kredietunie Brabant. We zijn in eerste instantie begonnen in de regio Eindhoven. Mm-hmm.
En op het moment dat dit uitgezonden wordt, zitten we in Den Bosch. En dan beginnen we daar ook met KredietUnie Brabant in de regio Den Bosch. Maar ik kom met mijn goede idee kom ik bij jullie. En dan zeg ik, nou ja, geef mij 2 ton, heb ik nodig om de boel op te starten. Ja. Hoe werkt dat dan? Nou, bij wie kom ik uit in eerste instantie? Nou, je moet in eerste instantie moet je gewoon een fatsoenlijk, ja, een goed bedrijf hebben. Ja, dus je moet toch wel wat geschiedenis kunnen laten zien. En je moet met name een goed plan hebben. Een plan waaruit blijkt dat je die lening, want het zijn over leningen, we hebben het over leningen. Ja. Gewoon die je terug kan betalen. Ja. Dus uit jouw cashflow prognose moet je hem kunnen terugbetalen. Okay, nou, en dan kun je die lening krijgen. En de koppeling dan met crowdfunding is wel belangrijk. Want jij hebt het over starters en Jan die heeft het over bedrijven die al... Bedrijven. Ja, zeker. Ja. Dus als je gaat opschalen en je kan een mooi track record laten zien, dan kan je financiering krijgen met advisering. Want natuurlijk van ondernemers naar ondernemers ontzettend belangrijk. Ja, absoluut. Echte toegevoegde waarde. Ja. Maar crowdfunding om start-ups mee dat te financieren. Dat blijft wel. En ook ondernemers die rechtstreeks start-ups mee financieren, daar zitten we in Nederland hard op te wachten. Hoeveel bedrijven hebben jullie nu de afgelopen bijna 2 jaar op weg geholpen? Nou, we zijn nog niet zo heel op ver. Verder geholpen, moet ik wel zeggen. Ja. We hebben 4 hele mooie bedrijven hebben kredieten aanverleend. 4 van het totaal voor 700.000 euro. Klinkt niet veel. Maar ja, we zijn ook nog steeds start-up als KredietUnie Brabant, zeg maar. Maar hoeveel aanmeldingen hebben jullie gehad? We hebben zo'n kleine 80, 70, 80 aanmeldingen gehad. En dan gaan er dus maar 4 kunnen nou, verder met er komt een hele hoop, die vallen sowieso af. Dat zijn gelukzoekers, zeg maar. En die denken, oh, ik bel maar even, doe maar even 50.000 euro. Dat plan wat ik net schetste, ja. Maar dat kan dus niet. Nee. Dus er komt ook bij dat een hele hoop ondernemers wel enthousiast zijn. Maar die hebben geen plan. Je moet toch wel iets op papier hebben wat je het kunt laten zien, zeg maar. Dus ja, helaas vallen daar... En dat zijn ook ondernemers die zeggen, ja, ik doe het toch op een andere manier. Ja. Of ik kan het zelf financieren. Want die ondernemers moeten er natuurlijk ook vertrouwen in hebben, want anders geven ze geen geld. Oké, even een voorbeeld. Want een van de bedrijven die een goed doordacht plan presenteerde, is Achterveel in Deurne. Het leverde hen een lening op van 2 ton. Achterveel is een spinnerij en wij maken technische garens voor industriële toepassingen. Technische garens betekent garens met technische functionaliteiten, als bijvoorbeeld superabsorberend of hittebestendig. We hebben bij de KredietUnie aangeklopt omdat we geld nodig hadden om groei te financieren. Aan de ene kant de uitbreiding voor productiecapaciteit om een bepaalde machine te kunnen kopen. En aan de andere kant omdat we actief zijn om nieuwe markten te ontwikkelen. Ik zat toen net met dit bedrijf in een overgang van de ene bank naar een andere bank. Dus mijn oude bank wilde uiteraard niet extra meer financieren en de nieuwe bank was nog niet zo ver. Nou, het is gewoon heel erg goed dat er naast de bank ook andere spelers in de markt zijn waarmee je toch verder kan. Dat je niet alleen maar afhankelijk bent van een bank. Het is lenen van ondernemers aan ondernemers. Dat sprak me ook zeer aan. Dat ze kunnen zich dus beter verplaatsen in de situatie waar ik in zit en de wensen die ik heb. Vaak is, dat was in mijn geval ook, zit je in de situatie waar snelheid is geboden. En ja, dan is het wel prettig om met meerdere partijen ook op een andere manier zaken te kunnen doen. Dus ja, dan kom je als ondernemer ook sneller vooruit. Het is toch heel mooi om te zien dat een bedrijf zo kan doorgroeien door middel van deze manier. Zijn jullie niet ook een klein beetje te streng dan als je maar 4 van de 80 overhoudt? Dat zoveel bedrijven, eigenlijk is dit natuurlijk gegund, hè? Ja, dat kun je misschien wel zo zeggen, maar uiteindelijk is het wel zo. Die kredietgevers die willen wel graag hun leningen terug zien te krijgen natuurlijk. Want als het bedrijf verwachten... over de gaat, dan zijn ze het kwijt. Tuurlijk, het is gewoon risicovol lenen. Hè? Dus je leent geld eruit en als je niet kunt, ja, dan ben je pech. Maar kom je dan qua percentage niet een beetje hetzelfde uit als op wat de banken nu verschaffen, zeg maar? De percentages die een kredietnemer moet betalen zijn vergelijkbaar iets lager dan wat een bank in dit soort situaties vraagt. Wat is het rentepercentage? Dus een kredietnemer die betaalt 8% en bij een bank, althans als je buiten een reguliere bankovereenkomst zit, zit je veelal iets hoger. Dus heel de aanmeldingen gaan massaal binnenstromen nu. Waar moeten we die mensen naartoe sturen? Ja, naar kredietuniebrabant.nl natuurlijk. Oké, heel simpel. Heel simpel. Dankjewel Jan. We gaan naar start-up. Die moeten op andere manieren hun geld verdienen. Ja. Ja, creative hubs worden ze genoemd. De plekken waar creatieve ondernemers bij elkaar kruipen om elkaar te versterken. Founded by All in Eindhoven is zo'n plek. Tientallen zelfstandigen die werken er samen in allerlei projecten op het terrein van design en techniek. En het loopt er als een tierenlier.
Ja, we zijn eigenlijk een grote open werkomgeving waar starters allerlei handvatten krijgen aangereikt om te groeien in hun ondernemerschap. Nou, Van het Beals is een coöperatie voor en door de leden. De bedoeling is dat wij elkaar steunen en ook samen die coöperatie leven houden en invulling geven. Er zitten dus geen grote geldschieters achter die hier aan moeten verdienen. We zijn echt allemaal hier om van elkaar te profiteren en elkaar verder te helpen. We hebben ook een speciale filosofie. Wij geloven heel erg in open communicatie. Dus wij zijn er echt wel van transparantie, maar we geloven ook dat je heel makkelijk naar elkaar toe kunt stappen. Dus de starters zitten in een open werkomgeving, waar het heel gemakkelijk is om even een praatje met elkaar te maken, elkaar advies te vragen, elkaars netwerk in te schakelen. En op die manier kom je veel sneller tot interessante projecten. Ik begon hier een jaar geleden alleen, als ondernemer eigenlijk, als net afgestudeerde architect, met mijn eigen architectenbureau. Uiteindelijk ben ik ook aan de gang gegaan met virtual reality en gedurende het afgelopen jaar heb ik eigenlijk hier binnen Farm by All, maar ook buiten deze regio, samen met 6 bedrijven steeds meer samen weten te werken op dit gebied. En zitten we nu hier met z'n 12 als 1 virtual reality bedrijf. Wij maken interactieve digitale ervaringen voor virtual reality. Dus dat zijn die brillen die je op kan doen waarin je andere werelden kan bezoeken. Het medium virtual reality is net zoals de opkomst van de tv en de telefoon en de eerste apps, ontsluit dit een nieuwe wereld. Dus daardoor heel veel mensen binnen de creatieve industrie zien ineens dit medium ontstaan. En daardoor is er heel erg veel ontwikkeling. En binnen ons vak, vooral binnen architectuur, maar ook binnen game design, maar ook binnen social media, wordt het medium nu steeds meer gebruikt. Er zitten hier bedrijven, we noemen ze eigenlijk even een kopje sterke bedrijven, die de starters helpen om te groeien. Dit kan door middel van opdrachten, maar er zijn ook coaching, er worden programma's georganiseerd. En op die manier proberen we elkaar te helpen en te versterken. Bij Farm by All leer je vooral met mede-ondernemers ook sparren. Dus ondernemen moet je ook leren en je studeert af in een vak. Maar dat vak is niet ondernemen aan zich. Als ik ook kijk naar mijn eigen bedrijf, geloof ik in schaalvergroting. Niet zozeer in personeel aannemen, maar juist grotere projecten aan te nemen. En daar weer allemaal andere ondernemers binnen hun discipline voor in te zetten. En een van de projecten die we dan in de afgelopen tijd zijn gedaan, is bijvoorbeeld de bebording hier op Stripe S. Dus een plattere organisatiestructuur en met elkaar dingen bereiken. Met elkaar dingen bereiken, nou dat brengt me bij jullie dan. Met wie zou je wel eens een samenwerking aan willen gaan of een lekker potje sparren? Kan een persoon, een bedrijf zijn? Elfie. Nou, ik zou heel graag mijn droom willen verwezenlijken samen met Spark. Spark is een innovatieinitiatief binnen de bouw. Ja. En daar zitten zoveel energie in, zoveel... We zijn er ook met 18 promovendi bij betrokken. Ze hebben vorig jaar hier aan tafel gezeten. Er zit zoveel, dus ik denk ja. Nou, je hebt je oproep gedaan. Ja. Jan. Ja, ik noem er 2. Ten eerste heel eenvoudig met Anne-Marie graag een keer over duurzaam ondernemen. En, want we hebben ook een hele mooie aanvraag binnen Kredietunie Brabant van een duurzaam bedrijf. Mm-hmm. Daar zou ik graag over sparren. Maar ook met name met de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Nou, dat komt ook mooi uit. Waarom de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij doet heel veel equity en wij doen leningen. Dus dat past goed om op die manier gezamenlijk MKB Brabant verder te helpen. Mooi. Anne-Marie. Ja, dat is moeilijk kiezen. Met Elfie gaan we de wijk vanmorgen maken. Oh, wat zijn jullie aardig voor elkaar vandaag, zeg. Maar ook wel Daan Rozengaarde. Dus ik zou toch heel graag met Daan Rozengaarde eens een keer een project samen willen doen. Ja. Nou, de linkjes worden gelegd hier. We gaan zo meteen maar eventjes een wijntje of zo drinken om dat verder uit te dokteren. Dank jullie wel allemaal voor jullie komst. Graag gedaan. Ja, tot zover Booming Brabant voor deze week. Wil je er nog iets kwijt? Laat het ons dan weten op Twitter met de hashtag Booming Brabant. Of stuur een mailtje naar boomingbrabant@omroepbrabant.nl. Volgende week dan hebben we weer een nieuwe portie business voor je. Heel graag, tot dan.